Tinky.nl. Het beste voor je hond. Er ligt 100 miljoen kilo aan hondendrollen, CQ-hondenpoep, op straat. Waarbij het meeste ook nog niet wordt opgeruimd. En daar ergeren hondenbezitters, maar ook niet-hondenbezitters zich enorm aan. Wij kenden elkaar eigenlijk nog niet. Totdat we begin dit jaar samen bij de Rode Loper op het podium zaten. En Gerben het een en ander vertelde over de activiteiten die hij doet. En ook bij Tinky. En op dat moment zijn we ook met elkaar in gesprek geraakt over... Hey, wat zouden we eigenlijk samen kunnen doen? Het idee in het kort. Er zijn patrol dogs. Dat zijn rijdende drones die daadwerkelijk de hondenpoep opruimen. En die worden aangestuurd door de watchdog. Dat is als het ware het grote moederschip dat met de kleine patrol dogs meevliegt. Ja, we zijn heel ver met drone technologie. Iedereen denkt bij een drone aan de apparaatjes die je bij een speelgoedwinkel kan kopen. Leuk om in de tuin mee te vliegen. Wat wij hier doen zijn vooral drones die sensoren met zich meedragen waar je van alles mee kan doen. Je kan er natuurlijk mee filmen en fotograferen, maar je kan er ook warmtebeelden mee signaleren of je kan er op lange afstanden dingen mee gaan bedienen. En met name die warmtebeelden en alle andere beelden zijn natuurlijk heel erg interessant voor toepassingen in agrarische gebieden en andere zaken. Nou, prachtige voorbeelden van hoe je sensoren bij drones voor innovatieve en maatschappelijk relevante toepassingen kan gebruiken. Een drone die met een sensor warmte vanaf afstand signaleert. En een hondendrol, hoe je het ook bent of keert, hij ruikt niet altijd lekker, maar hij is ook nog eens een keer heel warm. En dat kan je natuurlijk prima met een drone proberen te ontdekken. Wat er voor nodig is, is dat hondenliefhebbers zich geroepen voelen met deze uitkomst. Deze technologie stelt in staat om het probleem op te lossen, dus we hebben vooral mensen nodig. Mensen die denken, goh, ik wil graag met zo'n drone leren vliegen. Ik erger me ook aan mijn buurman of buurvrouw die het niet opruimt en wil daarmee helpen. Dus we hebben gewoon testpiloten nodig die graag met deze drones willen gaan leren vliegen.